Goedemorgen en welkom bij Infoplazen TV. Van het westen uit trekt bewolking Nederland binnen en die wolken leveren uiteindelijk ook neerslag op. vormt de voorbode van wat zachte lucht wat er aankomt en dat betekent dat het vanmiddag al gaat opwarmen. Vanochtend nog niet zo sterk, 1 graden in het oosten, 4 graden in het zuidwesten en in het oosten misschien nog wat natte sneeuw, winterse neerslag dus. Vanmiddag verdwijnt de kans op winterse neerslag geleidelijk. Loopt het kwik overal op naar 4 tot 7 graden. En staat er vooral bij zee nog een vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. In de avond draait de wind overal naar een noordwestelijke richting. Dan is het 4 tot 5 graden. De bewolking overheerst, af en toe klaart het even op. En vooral in het zuidoosten kan nog wat regen vallen. Morgen gaat het opnieuw regenen, vooral later op de dag. Het wordt 6 tot 9 graden. Het kwik loopt vooral aan het eind van de dag verder op. De wind uit een zuid- tot zuidwestelijke richting is matig tot vrij krachtig. En de dagen die volgen zijn extreem zacht. Normaal is het een graad of 5, nu het dubbele. We zitten in de buurt van de 10 graden. Het regent van tijd tot tijd flink en het waait ook nog eens behoorlijk door. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.